We zijn heel erg blij met de Juno en we zullen hem iedereen aanraden. Mijn naam is Reineke Slichtman. Ik ben 51 jaar. Ik ben getrouwd met Dekaan Slichtman. We hebben 3 kinderen. Mark is de oudste. Hij is onze opvolger, zoals het nu lijkt. We hebben een bedrijf van 57 hectare. 80% grasland, 20% maisland. We hebben 112 melkkoeien, 50 stuks jongvee. Melkproductie van 9600 liter op jaarbasis. Met 4,75% vet, 83% eiwit. Het bedrijf is gevestigd in Badmen sinds 1911. Ik ben de 3e generatie samen met Dekaan. Het bedrijf is in 2008 overgenomen van mijn ouders. In 2014 is de stal voor de laatste keer uitgebreid en zijn we ook met de Lely A4 robots begonnen te melken. En in november zijn we uiteindelijk met de Juno begonnen. Wij hebben bij ons thuis nieuwsgierige koeien, dus toen de Juno kwam bij ons in de stal, toen reageerden ze er wel op, want de Juno, hij geeft een klein piepje. Maar ja, op een gegeven moment is dat ritme, dat kennen de koeien wel. Bij je piepje weten ze ook van, we kunnen weer naar het voerrek. Maar dat helpt ook om die trekken naar het voerrek te krijgen. De installatie verliep heel vlot. De Juno was eigenlijk inpluggen, een route maken. En hij liep eigenlijk. Dus dat was heel snel gedaan. We hebben het idee dat het eigenlijk alleen maar rustiger is geworden. We zien veel meer koeien liggen. Dat is wel een van de van wat wij in ieder geval overdag merken. Dus dat er meer koeien liggen. En ook s'avonds, wanneer wij de voerwagen leeg draaien, dan is het aan het voerrek al lang niet zo druk meer als dat we dat daarvoor hadden. De Juno schuift 24 uur per dag, alle dagen in het jaar, bij ons het voer aan. En als je nog wel eens weg bent, weten we in ieder geval dat dat gebeurt. En ook met het idee dat we altijd voldoende voer in alle koeien krijgen. De Juno die doet het 15 keer per dag. En wij kwamen maar 5 keer per dag aan het voeren. Wanneer je zelf ligt te slapen, gaat het hier natuurlijk gewoon door. Ja, ik zou iemand anders de Juno wel aanraden. Zeker bedrijven die alleen het werk moeten doen of die het niet helemaal rondzetten. Voer aanschuiven is wel iets wat je vaker op een dag moet doen. Als het maar iedere keer maar 5 minuten is, is het op een dag wel heel wat tijd wat je bespaart met de Juno. En alleen daarom zou je al kunnen zeggen van qua tijd scheelt het mij. Plus alle effecten die je hebt als minder lichamelijke belasting. En als het goed is, en dat idee hebben wij wel betere technische resultaten bij het melkvee. We zijn van 17 kilogram meetmelk haalden wij uit ruwvoer, zeg maar, zijn we gestegen naar de afgelopen 3 maanden 19,5 kilo. Dus we zijn wel uit ruwvoer veel meer melk gaan halen ten opzichte van voorgaande jaren, zeg maar. En dat zien we de laatste half jaar zien we dat duidelijk terug in de cijfers en we hopen die trend gewoon natuurlijk door te zetten. We hebben verschillende producten van Lely. 2 Lely A4 robots, Graceway, de Cosmix, Discovery, Behandelbox en sinds november de Juno.